Elk jaar komt er wereldwijd 8 miljoen ton plastic afval terecht in de oceaan. Een groot deel hiervan wordt door de oceaanstromingen naar de Noordpool gebracht. Dit is levensgevaarlijk voor de dieren die daar leven, zoals rendieren, ijsberen en walrussen. Zij kunnen het plastic inslikken of raken erin verstrikt, met ernstige gevolgen. Het Dolfinarium steunt daarom het Arctic Marine Litter Project, een belangrijk onderzoek van Wageningen University and Research. Hierin wordt onderzocht waar het plastic afval in het Noordpoolgebied precies vandaan komt, zodat er samen met de verantwoordelijke partijen actie ondernomen kan worden om deze vervuiling in de toekomst te voorkomen. Op deze manier zet het Dolfinarium zich in voor een schonere zee en een veilig Noordpoolgebied.